Weer is een zendmast in Rijswijk in vlammen opgegaan. Tegenstanders van de aanleg van een snel 5G-netwerk zitten mogelijk achter de brandstichting. Goedenavond en verder. De kanon, het chronologisch overzicht van Nederland, is herschreven. Onder meer de Arnhemse oud-minister van Staat, Marga Klompé, maakt er nu deel van uit. Blijdschap in Harderwijk, waar de jaarlijkse sportkaravaan vandaag toch doorging. Een grote brand heeft vannacht een zendmast bij het dorp Rijswijk in het Rivierenland verwoest. De politie is een onderzoek begonnen. De laatste maanden zijn tientallen zendmasten in brand gestoken, omdat activisten denken dat straling van het nieuwe 5G-netwerk schadelijk is voor de gezondheid. De politie houdt vanochtend de omgeving van de zendmast nauwlettend in de gaten. Monteurs van de telefoonbedrijven komen polshoogte nemen. Maar zij mogen niet binnen de hekken, zolang het politieonderzoek nog bezig is. Het is hen zo wel duidelijk. De mast is door de brand compleet verwoest. Er is ook een buurtonderzoek gestart. De buurtbewoners Hans Groeneboom en Wietse Woudwijk kwamen net thuis toen de brand begon. Nou, we kwamen aanrijden vanaf de kant van Tiel. En je ziet een heel klein soort vuurtje. Dus we zeiden al, daar is wel iets bezig. Het was toen nog een klein brandje, maar in no time werd dat echt één grote fakkel. Ja, het ging echt supersnel. Schrokkie. Ja. De brand in de zendmast werd rond 11:45 gemeld. Bij aankomst moest de brandweer op grote afstand blijven, omdat de zendmast in zijn geheel in brand stond. Er is een hoogwerker ingezet om de metershoge vlammen van afstand te kunnen blussen. Ik denk als het langer doorgegaan was en de brandweer was later gekomen, dat het metaal wel goed heet genoeg was gegaan om misschien om te kieperen. Nou, dat was ook wat ik tegen mijn collega zei in de auto. Van joh, als het nog even zo doorgaat, dan valt dat hele ding om. Zo warm was het. Het is niet de eerste keer dat de zendmast doelwit is van brandstichting. Zo'n 4 weken geleden was het ook al raak, zeggen omwonenden. Ja, de zendmast is een makkelijk doelwit. Hij staat in the middle of nowhere. Je bent hier zo weg, zo de snelweg op. De omwonenden hebben nog wel bereik op hun mobiele telefoons dankzij masten in de omgeving. Meer vrouwen, meer diversiteit en meer aandacht voor regionale spreiding. Vanmiddag is de vernieuwde kanon van Nederland gepresenteerd in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. De kanon is een chronologisch overzicht van belangrijke momenten en personen in de geschiedenis van Nederland. Met een gelikte presentatie is vanochtend de vernieuwde versie van de kanon gepresenteerd in het bijzijn van minister Van Engelshoven van Onderwijs. De kanon bestaat uit 50 zogeheten vensters van de belangrijkste mensen, momenten en verschijnselen van de Nederlandse geschiedenis. De eerste versie is in 2006 gepresenteerd. Er is sinds de vorige kanon 14 jaar geschiedenis bijgekomen, 14 jaar historische ontwikkeling, maar ook 14 jaar maatschappelijke ontwikkelingen. En daarom zijn er vensters verdwenen en nieuwe bijgekomen. Tot grote vreugde van Arnhemmer Slinks is er nu ook plek voor Treintje, die het verhaal vertelt van de jagerverzamelaars en wiens skelet te zien is in het Openluchtmuseum. Maar ook de eerste vrouwelijke minister heeft een plek gekregen in de kanon. Marga Klompé is natuurlijk een mooi voorbeeld ook, die de verzorgingsstaat representeert, maar ook een Arnhems meisje is, in 1912 hier geboren in de Rijnstraat. De kanon is vooral bedoeld voor het onderwijs, om de historische kennis en inzicht van leerlingen te vergroten. Maar het moet ons eigenlijk ook allemaal met elkaar verbinden. Elke Nederlander vindt zich in deze kanon terug, want elke Nederlander is een product van onze geschiedenis en al onze verhalen zitten in deze kanon. Het is de bedoeling dat de kanon in de toekomst iedere 10 jaar vernieuwd wordt. Een APK-beurt zou je kunnen zeggen. Regulier onderhoud, zodat hij weer veilig de weg op kan. Je kunt er eindeloos struinen zonder iemand tegen te komen. Het uitgestrekte rivierengebied. En juist die wijdheid maakt het dé plek bij uitstek om in deze coronatijd veilig te kunnen recreëren. En dus zet het toerismebureau van de regio het gebied extra op de kaart. Met als trekpleister rust en ruimte. Fruitbomen, kleine stadjes en kastelen. Dat is waar het rivierengebied onbekend staat. En uiteraard het Waterrijk. Je vindt er geen grote, drukbezochte toeristische trekpleisters. Dus wie coronaproof op vakantie wil gaan, kan er goed terecht.
Toch wordt er ook hier in Appeltern nog maar weinig gerecreëerd. Uiteraard, er zijn er wel een aantal geweest, maar nog lang niet allemaal. Dus ik denk dat het heel erg goed is dat mensen zich hier bewust worden van wat je eigenlijk voor leuke activiteiten en plekjes hebt in je eigen omgeving. Juist in deze coronatijd, nu mensen het dicht bij huis zoeken, is het volgens het Bureau voor Toerisme in het Rivierenland dan ook de tijd om het gebied op de kaart te zetten. En dus kom je al heel snel uit bij de eigen inwoners. Wij nodigen ze nu uit en dat doen we ook met huis-aan-huis acties om mensen te laten verleiden om hun eigen regio te gaan recreëren. Een bijzondere uitlaatklep voor jongeren met een beperking in Gaanderen. Er komt een heks aan in 3, 2, 1, heks! Waar hun theatertalent een online podium krijgt. Als het aan de gemeente Arnhem ligt, krijgt het Arnhemse Stadtheater poppodium Luxor Live en het Focus Filmtheater samen 1,7 miljoen euro om de schade door de coronacrisis op te vangen. De gemeentelijke instellingen mogen volgens het college van de landelijke steun voor de culturele sector gebruik maken, omdat ze een regionale functie hebben. De gemeente en de provincie zouden beide een kwart bijdragen. En voor het overige deel van het compensatiebedrag wordt een aanvraag gedaan bij de landelijke overheid. De Europaweg in Doetinchem is sinds vanochtend ter hoogte van de brug afgesloten voor verkeer richting het centrum. De brug krijgt groot onderhoud. Op de belangrijkste toegangsweg naar de start wordt een voegovergang van de brug vervangen. De overgang moet geluidsarmer worden. Daarnaast wordt een nieuwe anti-sliplaag op het wegdek aangebracht. De brug moet vrijdag aan het einde van de middag weer toegankelijk zijn voor verkeer. Het is een monstertocht van 400 kilometer op de fiets, de Climate Classic van Breda naar Groningen. En er wordt op dit moment gereden door oud-wielrenner Maarten Cialinghi. De voormalig prof uit Arnhem vertrok vanochtend om 5:30 en kwam na een ochtend lang fietsen door Harderwijk. Cialinghi rijdt met een groep renners voor de stichting Cycling for Climate om aandacht te vragen voor de stijging van de zeespiegel. Ze volgen de denkbeeldige kustlijn die er volgens de stichting zonder dijken zou ontstaan als het water blijft stijgen door opwarming van de aarde. Maarten Cialinghi komt om 8:30 aan in Groningen. Nu veel mensen blij zijn met de versoepelingen van de coronamaatregelen, is dat nog geenszins het geval voor mensen met een beperking op een woonzorglocatie of dagbesteding. Zij zijn aan huis gebonden en mogen vaak nog niet de deur uit. Theaterfabriek Gekko uit Gaanderen die brengt wat verlichting voor deze jongeren met online theaterlessen vanuit hun eigen woonomgeving. Moet je me aanpakken? Uit de camera? Alsjeblieft. Heel goed. En dan zet je hem op, hè? Op haar zolderkamer in Dinxperlo is Jolijn bezig met haar theaterworkshop. Samen met jongeren met een beperking werkt ze online aan het maken van een sprookje. Voor de jongeren een welkome afleiding in deze tijd. Ze hebben weer een invulling van de dag. Sommige dagbesteding valt gewoon weg. En ze zitten vaak met dezelfde mensen op een groep, op een dagbesteding of waar ze dan wonen. Dus dit is een van de weinige contactmomenten die ze dan hebben. De jongeren zitten verdeeld over verschillende woonzorglocaties in de Achterhoek. De online theaterworkshops zijn een moment in de week waar ze naar uitkijken. Kun je even de dagelijkse dingen vergeten, want je zit toch een beetje op elkaar lip. Het huisje is bijna leeggesnoept, jongens. Daar zit nog een iets lekkers. Ook Marieke gaat helemaal op in haar verbeelding tijdens de online theaterles. Over zogenaamd snoephuisje. En ze snoepjes opeten en springen omhoog en laag. Er komt een heks aan in 3, 2, 1, heks! De jongeren werken toe naar een film die na de zomer online wordt gepresenteerd. Daarom willen we ook echt wel een eindproduct hebben dat we erop terug kunnen kijken en zeggen van kijk, we hebben tijdens de corona met deze mensen met elkaar echt iets neergezet. Oké, ze kijkt niet meer, nou kunnen we eten. Danny, hier, koekje voor jou. Lekker. Even de binnenstad in om te winkelen of de weekmarkt te bezoeken. Het is voor ouderen die slecht ter been zijn in Zutphen een hele opgave, omdat de afstanden die ze lopend af moeten leggen vaak te groot zijn. Een knalgeel minibusje moet daar verandering in brengen. Mevrouw Simonus maakt een proefritje in de stap-in-stap-uitbus. Het elektrische voertuig is bedacht zodat zij en andere Zutphenaren weer zelfstandig de binnenstad in kunnen.
want daar komt ze nu maar zelden. De straten in Zutphen is mooi hoor, dat oude. Maar het is heel naar om in te lopen. Met een rollator ook, dat rommelt helemaal. En voor oudere mensen is het niet praktisch. Het opvallende gele voertuig gaat pendelen tussen diverse wijken en de binnenstad. En vervoert naast 65-plussers die slecht te been zijn, ook minder valide jongeren. Dit is wel echt iets dat je zegt, nou ga ik met dat busje en dan stap ik hier bij de HEMA uit. En dan kan ik even naar andere winkels. En het busje komt u zelfs weer ophalen? Ja, ja precies. Het busje komt zo. 33 vrijwillige chauffeurs gaan de bus vanaf 1 juli besturen. Vanwege het coronavirus zijn er extra maatregelen genomen. Nou, het busje zit wel sneller vol. Er mogen er dus 3 mee. We hebben ook schotten geplaatst, mondkapjes gekocht, handgel hebben we, handschoenen. Alles om toch de mensen de gelegenheid te geven om mee te gaan. Mevrouw Simonis weet na het proefritje zeker dat ze de shuttle gaat gebruiken. Bijvoorbeeld om wat winkels te bezoeken. En naar de markt natuurlijk. Dat kan me niet heugen dat ik daar geweest ben. Alle evenementen tot september zijn afgelast, zo ook in de gemeente Harderwijk. Maar wie goed naar de evenementenkalender kijkt, ziet dat er 1 niet is afgelast. De sportkaravaan. Deze ging vandaag dan wel in afgeslankte vorm gewoon door. De sportkaravaan is een jaarlijks evenement voor kinderen van de basisschool. Sjoelen, badmintonnen en je uitleven op een springkussen. Alles kan. Maar wel anders dan normaal. Nou, we hebben natuurlijk ook wat kinderen teleur moeten stellen omdat we kleinere groepjes hebben. En we ook minder lang kunnen spelen. Want we hebben ook tijd nodig om spulletjes weer schoon te maken en te reinigen voordat de volgende groepje komt. De afgelopen 10 jaar was de sportkaravaan voor groep 3 en 4. Een van de maatregelen is dat groep 4 dit jaar thuis moet blijven. Dat is op zich voor de organisatie wel fijn, maar wel jammer voor de andere klassen. Het is een beetje dubbel. Dat begrijpt ook de wethouder maar al te goed. Maar met afgeslankte vorm kan de traditie van de sportkaravaan in stand blijven. 3, 2, 1, lopen. Je wilt ook geen ouders onbezorgd laten zijn hierover. Maar de kinderen wil je ook een mooie dag geven. Dus vandaar dat we dan kijken wat kan. En dit kan, dus dat doen we dan. Mag het wel van de overheid en van het RIVM? Uiteraard hebben we dit gecheckt. En zoals we het nu georganiseerd hebben, is het toegestaan. Merkt u daar ook iets aan in de klas bijvoorbeeld, als ze bewogen hebben? Ja, dan hebben ze weer meer. Dan kunnen ze zich beter concentreren op het moment dat ze ook weer de afwisseling hebben van leren en bewegen. En de kinderen, die vinden het helemaal leuk. Ja, ik vind het superleuk. Is dit beter dan in de klas zitten? Ja, veel beter. Onder de kevers is het de grootste in zijn soort, het zeldzaam vliegend hert. Hij kan wel 8 centimeter groot worden en wie er eentje te zien krijgt, die mag van geluk spreken. Heel bijzonder is dan ook de ontdekking van meerdere van deze reuzen in een bosrijke achtertuin in Apeldoorn. De inwoner van Apeldoorn die kon zijn ogen al niet geloven bij de aanblik van dit vliegend mannetjeshert op zijn wandelschoen. En even later werd hij nog eens verrast met de vondst van een vrouwtjeshert zonder gewei op de klikobak. Het zijn bijzondere insecten, omdat de larven wel 4 jaar onder de grond leven voor ze uitgroeien tot een volwassen insect. Inmiddels is de tuin een ware kraamkamer waar de larven smullen van de resten van een oude eik. En zijn er al 5 insecten uitgevlogen. Dan nog het weer. Het was een dag met zon en wolken. Vanavond is het zonnig en nog lang aangenaam. Vannacht valt de wind vrijwel helemaal weg en vormt zich een enkele mistbank. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 11 graden. Morgen is het zonnig en warm zomerweer. De temperatuur die komt uiteindelijk op 26 of 27 graden uit. Er staat daarbij nauwelijks wind. Dan het weer de komende dagen. Na morgen blijft het voorlopig zonnig en droog. Het wordt met 30 graden. Zelfs tropisch warm en ook de nachten worden geleidelijk warmer. Pas in het weekend dan komt er wat meer bewolking opzetten en volgt er een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het Gelders nieuws. Meer nieuws op onze app en site gld.nl. Mooie avond verder.